Welcome, new viewers.
User joined the channel. Hi. Ben je aan het streamen? Ja. Vandaar dat ik achter mijn naam staat voor degene die niet op de stream. Waar kan ik het zien op Twitch? Yep. Het is puur voor de. Ik heb het erachter gezet voor degene die niet met hun stem op de stream willen. Oh, sta ik erop? Ja, ze kunnen jou horen. Hi. Er is one new viewer, so welcome. Even kijken hoor. Ik heb geen account voor Twitch, moet dat? Het zou wel handig zijn. Gebruik Twitch toch eigenlijk helemaal niet? Ja, ik wel. Alleen mijn framerate gaat er wel erg door naar beneden hoor. Naar wie moet ik zoeken? Nou, als je gewoon Elder Scrolls intoetst, dan zie je op een gegeven moment een venstertje met een beetje een bruin-gele omranding. En dat ben ik. Bruin-gele omranding. Yes. Gewoon Elder Scrolls in toetst en dan zoeken. Elder Scrolls Online. En dan zie je maar één. Één stream met een kader en dat ben ik. Met een K erin. Met een kader. Een kader. Weet je wel? Ja, een kader. Ja. Ik ben aan het zoeken, maar ik kan het niet vinden. Kan ik niet gewoon op een username zoeken? Jawel. Hetzelfde als mijn TS. Nee. Dat moest ik inderdaad. En dat is, even denken. Maar P86. Ja, dat dus. Ik ben al dus een poosje offline. Dus kun je nagaan. Ja, zeg nou wel. What we die trying stupid things. Ja, sommige mensen hebben er best wel grappige teksten staan, hè? Oh god, ooglezer correctie. Huh? Ja, je krijgt zo'n reclame. Oh. Ja. Je had het al gevonden? Ja. Maar het is wel dat je dan jezelf ook terug hoort, hè? Ik merk het. Kill it with fire! Trying to find some motifs, but... Oh, is ik wel echt veel te laat binnen. Wat? Je gebruikt nu wel die fire build, weet dat die Infinity Tank build, of niet? Nee. Nee, gewoon een staf? Ik heb sinds gisteren heb ik alles gerespect en dergelijke. Het was niet mijn ding. Ik vond mezelf niet sterk genoeg. Dus ik heb een nieuwe beeld gemaakt met behulp van Arno. Raar man om jezelf zo dus dit is achtergrond te horen. Ja, dit is gewoon mijn DPS gear en ik zal ook mijn tank gear wel even laten zien. Ja, laat me je Dwemer gear zien. Ik heb het nog niet echt goed gezien up close, zeg maar. Dus aan, ik zal even nog naar buiten rennen, dan zie je het beter. Finny, you butthole. What?
Finny is een butthole. Hoezo? Echt vanuit de niks. Floep. Finny tekst. Oh, zo. Ik wist wel dat je in een sea armature was. Kenbaar. Ja. Oh, dat ziet er niet al te gek uit. Ja, maar ik ga even naar buiten, dan zie je het beter. Alleen ik moet die rand nog even verbeteren, want er zitten een paar foutjes in. En die bovenste balk is iets te groot en de zijkanten zitten nog zwarte randjes. Dus even veranderen. Maar dat komt allemaal wel. Oh, hier liggen ook nog potjes. Nooit geweten. Ja. Bij je stream bedoel je? Of die randjes waar je het over had? Ja. Ik kan nog even de tablet afdoen. Dan heb je een volledig view. Dat is niet gek. Ziet er wel leuk uit. Ik ben in de tussentijd even een heel langzaam rondje er voor jou om het heen aan het draaien. Dat zie je zo meteen wel. Dat shield is ook Dwemer? Of, Ja, alles wat je ziet is Dwemer. Ook de staf die ik straks ervoor ga haal. Dat zien we nu dus. Ik moet eerst zeggen dat ik de Ancient Elfstaf toch wel wat mooier vind. Ja, die is ook mooier, maar ja, goed. Dwemer is best mooi. Het heeft aantrekkelijke punten, ja? Het heeft even die stream af, want dan kan ik zelf inloggen. Ja, je kan ook geluid van de stream gewoon uitdoen, hè? Ja, maar ik denk dat mijn internetverbinding niet trekt. Ik heb hier maar die 22 Mbits. Oh, ja. Ja, maar als ik maar die 90 Mbit van Ziggo heb komend jaar, dan kan ik dat wel doen. Ja, wil je weten wat mijn framerate nou is? Nou? 8. Dat is puur door de stream. Nou, kom, dan gaan we met z'n tweeën in een dungeon in Cracklorn in. Dan wordt het interessant. Nou, dat ik denk dat dan... Sorry. Ik denk dat dan mijn game crasht. Oh. Of mijn hele PC. Ik moet eigenlijk eerst boodschap doen, daar heb ik helemaal geen zin in, man. Daarom doen wij dat op maandag. Maar ik zou een lijst met kijkers moeten krijgen. Oh nee, je hebt geen account, dus dat zie ik dan niet natuurlijk. Nee, ik heb geen account, nee. Ik zat eraan te denken om misschien via PlayStation te doen, dat streamen. Ja, maar dan kun je alweer geen kaders maken, hè? Ja, maar dan streamt hij toch gewoon je hele beeld. Ja, klopt. Kijk, hij streamt bij mij twee dingen. Hij streamt en de afbeelding en de game. Oh, hij is lekker vlot vandaag. Laatst keer met die patch was hij traag, man. De patch is nou eindelijk goed. Nou, dan zal ik voor Finny maar even naar de stad toe. Ik ben eindelijk V13, maar ook alleen omdat de XP verlaagd is. Ja, ik ben eindelijk V9, ook omdat de XP verlaagd is. De stad waar het dichtste bij de crafting station is. Ik logde vanochtend in. 8 mails, waarvan 3 gewoon raw materials en 5 items sold. Lekker. Dus alle 5 gewoon 5 motors verkocht. Nou, mooi toch? Zeker. Ja, ik had de prijzen wat verlagen, want ze waren best hoog. Dus ze verkochten gewoon niet. En die Dwemer pages die vliegen ook de deur uit. Welkom, new user. Of new viewer. Zijn nou ook allemaal Engels of kun je dat niet zien? Nee, weet ik niet. Oh, en toen was ik alleen over. De
komen en ze gaan. Zo gaat het. God, een pingrate van 915. Onder tering. Oh man, vandaag is de City of Ash een spindle clutch. Really? Kom, we gaan even stel met even hier naar zoek gaan over de City of Ash heen. Ja, maar gaat dat met z'n tweeën lukken, denk je? Nou, we halen er een healer en een DPS bij. Ja, dat moet wel. Maar dan moet ik die stream wel uitdoen, anders trek ik het gewoon, trekt hij het gewoon niet. Hoe laat is het? Het is ook alweer zo laat. Ik wil die pletjes eigenlijk wel gaan doen. Even kijken, wat moest ik voor vinden komen maken? Ik moet wel eventjes mijn gear repareren, denk ik. En wat dingen verkopen. Training en sturdy. Ik ga het eerst even opschrijven, want... Goed. Als we niet snel mensen vinden, ga ik wel eerst boodschappen doen. Want ik moet sowieso nog naar de Marister grootouders. En voor chest. Zouden we vandaag ook langs gaan. Ik moet nog mijn medicijnen halen. Dat was ook wel belangrijk. Ja, ik kan, dat kan maandag op zich ook nog hoor, maar... Misschien wel handig om te doen. Heb jij trouwens iets aan racial motief te high house? Nee, zeker. Nee, ik heb alles. Ik kan cool. Alles maken. Ik vond maandag, Als jij een, even kijken hoor, want ik moet maandag vond ik de Imperial. Eindelijk maar toch. Nee, want ik moet nog een paar... Van die racial styles. Ja. Als jij Ork of Wood Elf tegenkomt, dan neem ik het graag over. Welke? Nee. Welke zei je, Cel? Ork en Wood Elf. Kijk eens even in de Guildstorm, man. Daar heb ik ze wel in staan. Dan vraag je lastige dingen, want ik wil ook met trade gaan. Alchemist. Ik heb ze wel in de Guildstorm staan, dus. Ik moet 3 Nurnroot acquiren. Nu je iets van een paar dailies hebt, is wel leuk. Ben je tenminste even bezig, weet je wel. Terwijl je wacht op nieuwe content. Ja. Oh. Waar sta je dan? Of heb je die pledges aangenomen of wat? De Guildstore, zei je. Ja. In de Guildstore staan er... Staan sowieso ork. Crafting. En dan blacksmithing. En dan... Dat geeft hij dan meteen aan. Een motief. Moet wel de juiste hebben. Dutch Lion Spect. Ork heb ik er sowieso in staan. En Wood Elf staat er ook in, sowieso. Ja, maar je bent alleen niet de goedkoopste. Niet de goedkoopste, wie is de goedkoopste dan? Vegaroth. Oh, die is alweer onder mijn prijs gaan zitten dus. Ja, 400. Tenzij je zegt ik ga het nu aanpassen, koop ik ze gewoon van hem op. Ik ga dat niet aanpassen, ik was de goedkoopste. Maar waarschijnlijk heeft hij zijn prijs dus aangepast. Ja, hij heeft al zijn prijs aangepast. Ja, dan 400. Die motherfucker, hè? Die zit je de hele tijd te undercut, of niet? Ja, dat doet hij altijd. Ik moet eerlijk zeggen, als ik eenmaal echt iets ga verkopen,
Dan is het meestal echt heel erg veel. En dan undercut ik alles. Zal mij een worst maken of ik veel winst maak of niet. Maar dan heb ik gewoon geld nodig. En dan verkoop ik het gewoon op hoog tempo. Dat is waar ik het voor doe. Met die dailies verdien ik nu gewoon geld. Dus ja, ik heb nu die 340k waar ik op zit. En dat wordt alleen maar meer. En net weer diegene die ik heb, die heeft hij dus allemaal verlaagd. Die motherfucker. User joined your channel. Ja, dat is verstandig. Merchanten. Hallo Hallo, Jens. Finny. Hallo. Je weet dat kan. Je, aan mijn naam kun je zien dat ik aan het streamen ben, hè? Ja, daar heb ik al gezien. Zal Oké. ik even in zo'n chat zoeken naar... Jij gaat wel mee, hè, Vinnie, zei je? Okay. Yep, maar dan heb ik wel het liefst dat allemaal guildies zijn. Ja, daar zijn we maar met z'n drieën, dus. Zijn er nog niet meer dan drie online? Jawel, er zijn meer. Maar ja, die reageren waarschijnlijk niet. Er zijn in totaal 12 mensen online, dus. Waarvan. Ja, als het echt City of Ashes is, dan heb ik liever daar met mijn guildies gaan. City of Ash gewoon normal en niet vet. Nee, Oh, ik normal. dacht dat je de vet version bedoelde, nee. Nee. Nee, de pledges in de normal versie en de veteran versie pledges in Spindle Clutch. Dus als jullie het niet erg vinden, wil ik die vanavond met jullie doen. Nee, ik ben er vanavond niet. Maar ik zal eerst even de City of Ash pledge ophalen. Dan gooi ik daarna de stream Ah, oké, uit. dan kunnen we wel puggen als het de normal City of Ash is. Die is niet moeilijk, nee. Nee, die krijgen we met z'n drieën wel klaar. Maar dan gooi ik de stream uit, gooi ik mijn tankgear aan en dan kunnen we los. Oh, ja, ik hoopte eigenlijk dat ik kon gaan tanken, want ik heb wel een AoE build, maar heel veel meer dan dat is het ook niet. Oh, Ik ja. merk dat ik me steeds sterker moet specialiseren. Ik wil het wel proberen hoor, daar niet van. Maar ik Ja, maar je merk hebt gewoon gewoon dat... voor bosses heb je gewoon een single target build nodig als Daarom. DPS. Waar de Maar fuck ik ga moet het ik wel langs? proberen. We zien wel wat eruit komt. Het is ook, het moet alleen wel even kijken wie het laagste level heeft van ons. Ik Ja. waarschijnlijk. Dan moet jij beginnen met uitnodigen en moet jij er eerst inlopen. Nou, dat hoeft niet precies. Het moet gewoon leider zijn, daar is het. That's it. Maar ik loop hier echt compleet verkeerd, joh. Wacht even, ik ga eerst even die stream uitgooien. Als je in het streamen dan gezellig.